bent bij de opening van Avalon The Next Chapter. Vandaag presenteren we deze magische uitbreiding van het themagebied Avalon aan jullie. Met maar liefst 4 nieuwe attracties en tal van nieuwe belevingen. Maar voordat het feest losbarst, vertellen we jullie graag meer over dit nieuwe hoofdstuk. En wie kan er nu beter vertellen over Avalon dan de grote tovenaar Merlijn? Graag een warm welkom voor Merlijn Ambrosius. Fellowship. Op dit, mag ik wel zeggen, deze magische dag, Arlène. Arlène. Ja? Het is lang geleden dat wij allemaal bij elkaar zijn gekomen. Want wij staan aan de vooravond van een groot en uitbundig feest. Ja, want sinds dat u Morgana heeft verslagen, Marlijn, ja, is het weer veilig in Avalon. Indeed. En Arlène? Ja? Het mooie is dat wij samen together een nieuw Avalon hebben gecreëerd. Want kijk maar eens goed rond. Wauw, wat is het mooi geworden, Marlijn! Oh, Marlijn! Die toren! Zo hoog! That is the Dragon Watch. Ja, daar kunnen alle genodigden tot grote hoogte stijgen en in de wijde omgeving draken spotten en wellicht ook wel drakennesten. Oh, maar Marlijn, ja? Kunnen al deze genodigden vliegen dan? Good question. Dat is goed nieuws, want ik heb namelijk mijn Flight School of Magic Pixar's. En daar kunnen alle genodigden hun vleugels uitslaan en vliegen alsof ze een phoenix zijn. Wow, oma Marlijn, ja? Ben ik dan niet meer uw enige leerling? Gezellig. Marlijn, ja? Mag ik dan al deze nieuwe leerlingen ook alles vertellen wat ik weet over kruiden? Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld, kijk, weekpree is een heel zeldzaam kruid. Heel zeldzaam, kun je namelijk in thee doen bijvoorbeeld. En dan heb je minder last van buikkrampjes. Arlène, het is leuker dat de genodigden het zelf kunnen gaan ontdekken. Ja, dat zij zelf de magische kruiden in mijn kruidentuin kunnen gaan bekijken. En laat ik het dan mijn Magical Garden Tour noemen. Een garden tour. Allemaal! Garden tour. Marlijn, ik lijk een beetje op Juna zo. Ja, inderdaad, daar lijk je op. Oh nee. Jumping Juna. Ja. Ik moet er vandoor, Marlijn. Nee, Arlène, je kan er niet vandoor op zo'n prachtig moment. Ja, maar Marlijn, ja? Juna die heeft een verkleedfeestje. Oh. Ja, en ik heb haar beloofd te helpen met het ophangen van de vaandels en de versiersels. Mm-hmm. Ja, en ik ben eigenlijk een beetje te laat. Ja. Oh nee, Marlijn, dadelijk is Sparky er al. Ik moet gaan. Keep calm, Arlène. Kom terug. Ik kan jou namelijk vertellen dat Sparky er nog niet is. Hè? Mm-hmm. Maar hoe weet u dat, Marlijn? Oh, bent u helder ziend? Nee, want als je namelijk daar kijkt in de verte, dan zie je de kleine deugniet op een ton. Je ziet net zijn staart. Want Sparky houdt zich altijd op bij de splashdog van de Flaming Fan. Typisch Sparky, Marlijn. Typisch Sparky. Maar Marlijn, voor de kleine draadjes, ja? Is er toch ook een drakennestje? Oh ja, de kleine draadjes. Onder ons daar, in die kant, hebben we Our Little Dragon Den. Ja, daar kunnen de kleine draadjes lekker ravotten en spelen. Helemaal veilig.
Just like little dragons do. Oh, wat is het fijn dat we weer draken kunnen verwelkomen in Avalon. Oh, Marlijn, moet je kijken daar. Spicy Pete. Oh, ja. Is al druk bezig met het feestmaal. Zeker. Oh, ja. En op een van onze kweesten kwamen Marlijn en ik een leliegroene draak in Twaver tegen. Toch, Marlijn? De Swamp Dragon. Die houdt zich op bij Water Dwarf Alley. Oh, over Water Dwarf Alley gesproken, Arlène. Sinds wij Morgana hebben verslagen, komen er steeds meer bewoners terug naar Water Dwarf Alley. En het leuke is, daar kunnen al deze genodigden gewoon eens langs gaan. Even kijken of ze thuis zijn of een kopje thee drinken. Oh, ja. Gezellig. Jazeker. Ja. Oh, Marlijn, Avalon is echt mooier dan ooit. Ik kan niet meer wachten, Marlijn. Hoe laat beginnen de feestelijkheden eigenlijk? Nou, hoe laat is het nu? Wat duurt deze demonstratie een beetje lang, Marlijn? Nou, ja, ik denk... Oh, Marlijn, ze hadden hier echt een klok moeten neerzetten. Arlène, ik beloof jou. Wanneer jij vandaag goed je best doet en alle taken vervult, dan zal ik hier, op deze plek, een magische pendulus magicus laten verrijzen. Wauw, ja, nee, natuurlijk wil ik u helpen, Marlijn. Oké. Maar waarmee dan? Nou, ik dacht misschien een klein beetje volksparticipatie. Ja, ja, maar daar ben ik wel goed in, Marlijn. Oh, Marlijn, ik heb een ideetje. Oh. Willen jullie me allemaal even helpen? Gaan we met beide voeten op de grond staan, heel stevig? Beide voeten op de grond, ja. Handen in de lucht. Beide handen, ik wil alle handen zien. Ja. Ja, heel goed. En dan gaan we klappen. Ta. Oh, ta. Ja. Ta. Oh, en nog een beetje sneller. Ja, daarachter ook. Ja, daarachter. Ja, heel goed. Ja, 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 ja. En dan zijn hier voor u. Marlijn. Ja. Ah, Jean en Jean Genissen, kom hier deze kant op. Ja, geef ze nog even een applaus. Ja. Applaus. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom. Welkom in ons nieuwe Avalon. Ons Avalon 2.0. Dankjewel, Marlijn. Jongens. Vinden jullie het mooi geworden? Ik let dadelijk nog eens goed op alle details, want daar zit echt zoveel tijd en energie in. Wij zijn echt ongelooflijk trots op wat we gemaakt hebben. En ik wil jullie een klein stukje meenemen in de reis van Avalon en de reis van Toverland die we de afgelopen 4-5 jaar gemaakt hebben. Want toen we in 2018 dit supermooie gebied openden, toen dachten we dat we klaar waren. Maar al heel snel hadden we in de gaten, we zijn nog helemaal niet klaar. Er moet nog meer dynamiek in, nog meer attractiewaarde, nog meer beleving. En de eerste ontwerpen stammen al uit 2019. Toen meteen zijn we begonnen aan hoe kunnen we dit gebied nog veel mooier maken. En ja, als je kijkt, alle kennis, alle passie, alle liefde van alle toverlanders die hier aan meegewerkt hebben, dat zit erin. Dus neem de tijd straks, kijk eens heel goed naar alle details, want het is ongelooflijk mooi geworden en ik ben echt... ongelooflijk trots op alle toverlanders die hierin meegewerkt hebben. Geef ze een heel groot applaus alsjeblieft. En net zoals Avalon nu echt volwassen is, is Toverland dat ook. Jullie zijn onze fans, jullie hebben het wel meegekregen, maar Toverland heeft een echte transformatie doorgemaakt. Waar we ooit een kleiner park waren, maar een gedeelte van het jaar helemaal open, zijn we nu het hele jaar open. Met een super gave kalender. We hebben summer feelings, winter feelings. We hebben 13 Halloween avonden. We verdubbelden ook in gasten in die Halloween avonden. Het gaat hier als een trein. En dat is echt ongelooflijk goed. En alle toverlanders, niet alleen die wat hier aan gewerkt hebben, maar alle toverlanders die wat ook meegewerkt hebben aan dat succes, die hebben ervoor gezorgd dat we ook dit gebied zo tot in de puntjes hebben kunnen afmaken. Dus Avalon 2.0 is eigenlijk een cadeautje van alle toverlanders voor ons allemaal. Geef alle toverlanders alsjeblieft een groot applaus. En ik ben super trots dat ik als 32-jarige jongen leiding mag geven aan die mooie club. En, maar ik doe dat niet alleen, we doen dat samen, pap. Nou zo, ik niet meer zoveel hoor. Ik niet meer zoveel. Jij gaat ontzettend goed voor hier. Daar heb je energie voor nodig, daar heb je jeugdig elan voor nodig. Maar je hebt vooral dat platform van die trouwe fans nodig. Jongens, jullie dragen ons uit, jullie staan hier weer. Jullie zijn onze basis en daar zijn we echt ontzettend trots op. Ik ben heel erg trots. Ik denk ook, ja, Jean zei het al, de details, dat we weer een slag hebben gemaakt.
Het gebied is heel erg kleurrijk geworden. Ja, gisteren hadden we nog een feestje. Als je s'avonds hier loopt, als de attracties uitgelicht zijn, je weet werkelijk niet wat je ziet. En het meest trots ben ik op het feit dat wij zo slagvaardig zijn. We zijn een familiebedrijf. We houden van Toverland en waar liefde is, is geen einde. En daar gaan we als familie mee door. Wat wil ik als grondlegger meer en meer trots? Ja, ik ben heel trots dat het bedrijf door mijn kinderen wordt voortgezet. Uiteraard doe ik nog wat werkzaamheden. Ik zal hier hopelijk mijn hele leven blijven komen, maar wel wat rustiger aan. Het is aan Jean. Ik ben trots op Jean. Ik ben trots op Janou, mijn dochter. Waar is ze? Ook heel erg actief betrokken. Ah, daar staat ze te zwaaien. En ja, ik zou zeggen, ik ga niet meer langer praten. Ik bedank jullie dat jullie hier zijn. En ga er lekker van genieten. En laat ons weten wat jullie ervan vinden. Veel plezier allemaal, jongens. Veel plezier. Merlijn, ja. Weet je wat ik denk? No. Nou, ik denk hè, dat dit de twee uitverkorenen zijn waar u het altijd over heeft. Ja, ze hebben namelijk ambitie, daadkracht en doorzettingsvermogen. Dus ik weet zeker dat deze twee ons kunnen helpen bij het openen van Avalon. Dus dit zijn de uitverkorenen, de ridders van Avalon? Ja. Alleen, ze hebben alleen geen zwaard. Ik denk dat ze niet vergeten zijn, Marlijn. Oh, ja. Oh, maar Marlijn, we kunnen toch gewoon dit zwaard gebruiken? Nou, Arlène, dit zwaard is nog nooit en te nimmer uit de steen gehaald. Oh, ja. Nou, Marlijn, ik weet eigenlijk wel zeker dat deze twee dat kunnen. En willen jullie het anders proberen? Ga er maar bij staan. Ridders van Avalon, leg jullie handen op het zwaard, net zoals koning Arthur dat voor jullie heeft gedaan. En zometeen, wanneer het zwaard uit de steen zal herrijzen, wordt Avalon geopend. Moedig ze aan!